Hey mensen van Dagelijks HD en leuk dat jullie kijken naar FIFA 14 Co-op seizoenen. Mijn naam is Milan Knol en ik speel samen met Sander Nienkemper. En dit is wel waarschijnlijk een van de belangrijkste wedstrijden die wij gaan spelen. En Milan? Ja? Dit is de FCB-clan weer, waar we nog in één keer van hebben gewonnen. Godverdomme. Maar we hebben tactiek aangepast, hè? We spelen nu anders. Ja, we spelen nu inderdaad anders, maar ze zijn wel fucking goed. Dus we moeten echt het uiterste geven, zoals je ziet. En trouwens, onze tactiek is niet aangepast. Het is dezelfde formatie als... Ja, maar speelwijze bedoel ik dan. Ja, maar hier kun je niks aan doen. Nee. Maar dit gebeurt wel. Ja, dat is fucking OP. Kutzooi. Krijg toch... Waarom moet er altijd weer een trucje zijn om te scoren in dit soort games? Kut. Ja, ze zijn goed. Ze zijn goed. Ze dekken alles. Oh, what the fuck? Nou, ik heb hem. En ik heb weer die lag. Ik heb weer die delay. Serieus? Ja, het is echt bij hun. Wow, ik had daar even een verslikking. Oh. Het is echt bij hun dat het meer lagt. Wow. Ja, wauw, ik loop er nu ook eens omheen. Oh, man. Yo, oh, scheisse. Ik tegenaan. Oh, kut. Fuck, je loopt er weer omheen. Ik liep er langs, ja. Ja. Als we deze winnen, dan hebben we de titel. En anders blijven we in divisie 2 en dan moeten we al die wedstrijden moeten we weer gaan fixen. En zorgen dat we dan dat keer het wel doen. Maar ja. Dit zijn wel de moeilijkste tegenstanders die je kan hebben. Waarom doet hij hem zo hard? Kan iemand mij dat uitleggen? Ja, EA. Nou, bel eens op. Dan krijg je een robot aan de lijn. Die zegt, doe maar dingen. Ja, doe... patchen misschien? Updaten? Reinstall the game? Score? Doel! Oh. Hey, ik loop achter het goal. Ja, hey, ik sta achter het goal gewoon. Ja, kijk op de map! Hij blijft er steeds staan! Nee. What the fuck? Nee. We hebben een man minder! We hebben gewoon een man minder nu. Ja hoor. Dat meen je niet, hè? Nee, hij is er nog steeds! Hij staat nog steeds buiten de map! Waarom liep je daar ook? Ja, ik was te grappig. Ja, nee, maar we waren midden in een kans. Oh, wauw, dat was wel echt... Is het nu altijd buitenspel? Ja, als je naar hem plaatst. Hé, hey, wat? Go, 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 schiet! Oh, niet. Oh. Ja, hij staat er nog steeds! What the fuck? EA, fix dit! Doe! Nee, niet die kant op! Niet die kant op! Damn, man. Oké, kom op. Oh, waarom? Welke logica? Oh, we zitten gewoon met een man minder. Ja, dit is kut. Dit is alsof iemand rood heeft. Ja. Ik schop hem even uit. Ja, goed plan. Goed plan. Alsjeblieft, zeg dat hij... Ja, ja, hij is weg. Oh, hij loopt nog genoeg terug ook. Jongen, jongen, jongen. Volgens mij hadden hun dat niet eens door. Oké. Kom op. Wij moeten nu echt ons uiterste geven, vooral tegen deze clan. Inderdaad. Oh, dat was weer zo'n kutpaas. Sorry. Ja! 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 Die gaat erin! Oh! Je gaat toch niet zeggen dat hij tegen de paal ging? Ja, die ging tegen de paal. Oh, no way dat wij dit nu weer gaan krijgen. Jongen, jongen, jongen. Toe. Hap. Pak hem. Pak hem. Ja, je hebt hem. Nice. Nice, nice. Ja? Hey, het deed weer niks. Ja, ik zat weer helemaal... Uh-oh. Ja. Oh, het is weer... Ja. Oh, scheids. Doe het mee. Ja! 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 Oh, come on. We hadden geluk daar en dan nee. De scheids ligt gewoon mee. 1, 2. Kom, 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 kom. Ja, ja, ja. Ik doe het meteen. Ja, ja, ja. Nee. Schiet! Oh. Bum! Bum. Mooi nummer. 32e minuut dan.
Mooi nummer. Hij maakt zijn eigen nummer en dan... Oh, nee. Nou ja, klinkt nog best wel. Trefremix. Ja. Nee. Ik kon niks. Ik stond stil, ik kon niks. Dit was heel mooi van hun. Dit was even terecht. Kijk maar, ik stond daar, ik kon niks. Je ging zie? Stilstaan, zag je dat? Ja. En hij keek. What the fuck? Hij liep zelfs over de bal heen, zomaar. Dit gebeurt echt tegen hun. Heel vaak tegen hun. Ja, dat klopt. Maar dat komt ook omdat ik die delay heb, dus wie weet bugt dat de hele game. Huh? Wow. Dat was ook vet onrealistisch. Dus pak hem weer. Oeh. Nee. Go, go, go. Ja hoor, en nu altijd die omhaal. Ja, nee. Oh, bij het spel. Je bleef ook maar daarvoor hangen. Ja, I know. Echt zo. Dat scheelde niet veel hoor. Dat is waar. Zo. Kom op. Ja, ik weet niet waar die heen ging. Oh, best goed. Wauw, hoe je werd tegengehouden. Wauw. Ja? Oh, why did nobody stand? Oh. Nee, dit is niet menen. Ja. Go, go, go. We moeten haasten nu. Nee, nee, nee. We moeten rustig blijven spelen. Oké. Okay. Hoezo moet ik dat ineens zeggen trouwens? Ja. Hij doet niks. Zag je dat? Ik drukte constant. Nou. Kut, iets te hard. Oh nee. Ja, die is goed. Oh man, waarom is bij ons de OP weg? Ja, we hebben geen geluk met goals. Het spel. Je had daar moeten schieten gewoon. Ja? Ja, je had die kerel die afstand schoot dan. Oh. Hoe heet die? Hernanes. Normaal. Oh, ja. Hernanes. Ik wist het. Ik wist het en toch trap ik erin. En maar we moeten serieus alles op alles zetten. Anders gaat dit zo voorbij als we nu rustig... We moeten rustig, maar wel haastig. Ja, nee, zeker. Dat zeg ik ook wel eens tegen Shanna. Dat mag je niet doen, maar dat mag je doen. Nee, maar wel proberen geconcentreerd te blijven. Oké. Oké. Zo bedoel je? Nog net voor de halftime. Dat is het perfecte moment. Oké. Okay. Yes. Okay. You brought us back in the game. Boah. Yes. Oké. Okay. Uit het niets in één keer, hè? Ja, dit was een nice shot. Oké. Okay. Thanks. Oké. Okay. Go. Hier, kloot. Aw, man. Oh. 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 Oh, nee. Oh, nee. Nee. Shit. Oh, gelukkig. Deze wedstrijd, joh. Deze wedstrijd. Nu wel dekken, hè? Ik ga terug. Nu wel dekken. Ik ga mijn best doen. Ik weet niet wat ze gaan doen. In één keer, denk ik, ja. Oh, nee. Gelukkig. Halftime. We staan achter. Dus we moeten sowieso 2 goals maken in 45 minuten tijd. Ja. Dit is zo'n wereldkampioenschap gevoel. Ja, van dat Nederland achter staat en dat je denkt... Het is eigenlijk onmogelijk omdat het Nederland is. Snap je? Maar toch hoop ik zo ergens diep daar beneden... dat ze toch nog gewoon 2 goals maken en winnen. Ja. Dat had ik toen wel. Inderdaad, ik weet precies wat je bedoelt. Ja, dat gevoel heb ik nu ook. Oké. Okay. Ja. Buitenspel. Oh, damn it. Ja, dat is jammer. Hoeveel? Oh ja. Wow. Nee. Oh. Ga je niet menen. Oh. 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 Lekker. Gelukkig dat ik die keeper uit liet komen. Echt waar. Ik liet hem gewoon volledig uitkomen. Ja. Ja. Maar ze hebben van die vieze trucjes, weet je. Dat ze al weten hoe dat werkt. Dus ze spelen al vanaf fucking begin FIFA 14.
Spelen ze al co-op? Buitenspel. Oh, mooi. We gaan heel aanvallend spelen, hoor. Okay. Want anders gaat dat echt niet gebeuren. We moeten gewoon zoveel mogelijk druk zetten. Ja, nee. Ja, snel met de keeper gingen ze. Dat kunnen ze allemaal wel. Zij zijn ook niet dom. Ja, buiten. Keeper? Oh shit, ik dacht dat jij hem had. Daar deed ik super cancel naar andere punten. Oh, dit is gunstig. Zo! Ja, ik probeer het gewoon met de volley. Neymar kan dat. Weet je wel, als we nou dat geluk hadden dat één zo eentje erin gaat, dan heb je echt een gekke laatste half uur. Want dat is het alweer bijna. Zo snel gaat het. Oké. Oké. Oh. Oh. Ah, kom op. Ik zag wat je bedoelde. Maar je wilt te snel schieten nog. Wat nee, voor... ik vond dit echt een goede schietkans. Oh, ik heb minder. Oh. Want ik zag niemand echt vrij. Ja, beneden. Nee, dat doet hij niet. Ja, terug. Nee. Oh, je had hem nog een keer kunnen afgeven. Ja, ik zag het. Maakt niet uit. Toch mooi geprobeerd. Maar ik ben bang, hij dekt heel goed. Klopt. Dat hij tegen die keel aan zou gaan, daar was ik bang voor. En ik wil eigenlijk geen kansen spoilen. Hier weer. Weer, ja. Dit slaat nergens op. Dat is ook weer iets OP's. Ja, waar ging die heen? Oh, keeper. Ja, mooi. Huh? Mooi dit. Ja, voor. Doe ik. Oh, jammer. Die gaat ook voor. Ja! Pak. Ja, lekker. Nee. Oh, kut. Kijk daarheen. Passen. Schiet. Oh! Nee. Oh! Ja! Oh, yes! Ja. Oh! Oh, yes! We zijn helemaal terug. Maar het is nog niet over. Nu komt het moeilijkste. Yes. 23 minuten als we geen tegengoal krijgen voor de winnende doel. Dat is wel leuk hoor, dat ze elkaar onderuit haalden. Ja, dat was ook heel erg lucky, maar dat maakt niet uit. We hebben dat luck ook een keer nodig nu. Ja, precies. En hij heeft een overtreding ook nog. Op zichzelf. Ja, what the fuck? Wauw. We kregen wel geel voor. Oh nee, niet. Oké, kom op. Zij zijn nu ook weer meer gebrand natuurlijk om te winnen. Dus niet euforie. Dan krijg je juist meteen een goal tegen. Oké. Heel moeilijk woord, hè? Weg. Mooi. Mooi. Oh. Heb je al? Schiet! Nee. Oh, buitenspel. Kut. Oh, je had altijd wel een hele mooie goal als die erin zou gaan. Ja, inderdaad. Maar hij hield hem weer prachtig tegen. Nog 18 minuten. Wil je niet elke keer de tijd zeggen? Hey, eerst was je van, huh? Is nu al einde van de wedstrijd? Oh, daarom zeg je dat. Ja. Dat we een beetje die... Oh, nee. Ja. Oh, ik liep heel erg buiten spel met die ene. Oh, nice. Oh, wat is dat voor rare aanname? Ja. Ik heb hem weer niet terug. Okay, ik heb hem weer niet terug. Ja, dek jij die? Dek ik hier. Ja. Oh. Oh, dat deed hij mooi. Jammer. Kut. Kom, pak. Ja, pak.
Weer. Oh, wat de hel? Ik heb er niet iemand anders, nee. Ja, ik hem. Weer. Weer dat. Kom op. Oh nee. Mijn god. Kom op. Yo oh. Way. Oh. Uh-oh. Ik krijg gewoon verlamd. Nee, echt, dit is kut, dit is kut, dit is kut, dit is kut. Dit is goed, weg, nee, weg. What the fuck? Wat is dat voor bal? Ja, 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 ja. Doe het. De keeper, nee, de keeper. Nee, de keeper. Kutzooi. Nee. Ja, go, go. Ja, ik maak een overtreding. Je slijt hem. Je slijt hem. Ja, duh. Ik denk misschien komt hij nog tegen mij aan. Ja, dat is logisch. Oh, oh, dat was echt de grootste kans. Die hadden ze goed gezien. Ja, die hadden ze heel goed gezien. 7 minuten. Ja, ik hou mijn adem gewoon in. Adem nog wel, hè? Anders heb ik niks meer aan je. Ja. Ja, dat nee. Zul je zien. Oh, yes. Nou, echt, hoe die dat dribbelen doet. Nou, dit vind ik geen yes. Dit vind ik eigenlijk gewoon kut. Oké, okay, kom op, kom op. Nee. Oh, ja hoor. Dat is gewoon zo unbelievably kut. Godverdomme. In 4 minuten 2 goals, ja, impossible. Ah, inderdaad. Maar dit is zo OP. Nou ja, keep trying. Ze zijn wel echt heel goed hoor. Ah nee! Doe nou! Ja, ja. Doe nou! Oh, oh Milan! We winnen dit nooit meer. Je no end. Dit is, ja. Lekker. Dat was wel heel slecht gedekt weer. Doe dingen. Als we nu nog scoren meteen weer. What the fuck? Hadden we makkelijk. Nog een kans. Nou, wil je niet zo overdreven doen? Dat is echt zo. Dan heb je gewoon nog de tijd. 4 minuten erbij. Nou. Nee. Oké, okay, oké. Okay. Oh. Die had moeten zitten. Kom op. Als deze erin gaat, dan hebben we nog een mini-kans. Corner is het nu, hè? Ja. Bedankt voor het herinneren. Oh, keeper is er ook bij. Doe, doe het. Oh, lelijk. Waarom hebben wij dit niet? Oh, daar gaan ze, daar gaan ze. Go, go, go. Op het spel. Godverdomme. Oh, dit is niet leuk meer. Kut, sorry. Ja. Oh, hoe lelijk dan ook, hè? Oh. Wat ga je nou na doen? Nee! Godverdomme man. Dit is niet verdiend hoor. Balbezit is schoten. Kut, mijn controle is uit. Kijk maar even naar schoten en balbezit. Oh mijn god, wij waren veel beter. We waren ook zo goed! Je vertelt dat ze 2 corner OP goals hebben gescoord, hè? Ja. Kut, sorry. Kut. Oh, we hebben wel een goed spel gespeeld, maar we worden gewoon afgestraft voor het goede spelen. Kut, sorry. Bedankt voor het kijken, jongens. Het groene duimpje. Support ons, alsjeblieft. Dat ja. Komen we nooit meer bovenop. 5000 groene duimpjes. Anders gaan we nooit meer verder. Kutspel. Nee, grapje. Oh.